Ja, inderdaad. To save our brother. Blank. Supersoft that curses all forms of perturbation. Yeah. Sure. I shall not meddle in your affairs. Yeah, inderdaad. Oh, het zal wel. Zijn we er? Zo te merken niet. Een demon with a pointy head. Oh. Zijn ze er? Zijn ze hier ook al de black mages? Hoho, nee. Kijk eens wie er terug is! Oh. Het is een beetje broken. Weird chief. It doesn't understand. Eliminate all. Eliminate all. Oh, ho, ho, ho. Ja, ja. Hier is hij. Onze grote vriend. Alweer. Nee, ik ken nog steeds niks. Tik! Ja, dat doet echt gewoon compleet niks. Freeze nog wel, oh fijn. Please don't freeze, please don't freeze, dankjewel. Wat doen we? Was dit niet poison? Ja. Ik weet ook niet. Oh wow, nice, lightning staff. Dat had ik niet eens hoeven kopen. Darn it! Oh nee, die heb ik gevonden. Darn it! Oh wel. Oh wacht, ik heb natuurlijk nog een andere. Ik heb natuurlijk ook nog een andere. Oh wel. Hier. Steiner even healen. Ik heb wel Sword Arts. Ik weet ook niet waarom ik dacht dat Sword Arts dat het Sword Magic was. Ah, ik heb helemaal geen Sword Arts. Oké. Okay. Couldn't steal anything. That's. Hit. Oh ja, misschien wel handig als ik Marcus ook protect geef, weet je? Op zich, hè? Marcus is zo aardig om ons te helpen en dan geef ik hem gewoon geen protect. Dat is dan weer niet aardig, zeg maar. Oh, ja, Blizzard ben ik niet zo bang voor. Tenzij het Marcus raakt. Ja, fijn. Top. Ik weet ook niet meer hoe een heftige bossfight dat dit is. Oprecht niet. Ik weet ook echt niet hoeveel dat. Hoe heet het? Hoeveel HP dat hij heeft. Freeze is niet heel goed. Mis, gelukkig. Q.
cure. Laten we Stein nog even cure voor de robot, weet je. Ik wil het niet gaan. Oh mijn god. Zucht. Ah. Jesus. Ik weet ook echt gewoon compleet niet meer. Wat ik zeg, dit is een gedeelte van de game. Ik wist dat dit ging gebeuren. Maar hierna wordt het heel blurry voor mij wat er gaat gebeuren. Dus ik weet wel wat er gebeurt, maar alleen niet in welke volgorde, om het zo maar te zeggen. Chondo, ben ik niet heel bang voor. White Magic, Cure. Echt serieus, ik ben. Dit is niet een hele moeilijke, dit is alleen een lang uitgerekt gevecht, moet ik zeggen. Oh, tuurlijk, Steiner, anders mis je gewoon eventjes. Dat mag ook. Zeker, tuurlijk, waarom niet, hè? Oh, fijn. Tuurlijk. Blizzard is normaal gezegd niet heel vaak. Zo helemaal niet. Oh my god. Moet ik zo meteen. Moet ik. Ik laat hem nog stelen. En dan denk ik dat ik. Ja, ik denk dat dit het beste is. Jezus, wat is het laatste item is lastig, zeg. Terwijl ik, ik was echt aan het button mashen. Dat is niet goed om te doen terwijl je magic aan het healen bent, om het zo maar te zeggen. Ik moet wel zeggen dat. Het is een lang uitgetrekt gevecht, voorlopig moet ik zeggen. Het, ik denk dat ik ook gewoon beter op healer kan richten dan op protect en zo, eerlijk gezegd. Oh, nice. Hier staan Marcus weer. Je ziet ook gewoon de transmitters ook. Gewoon terugkruipend. Ja. Auw. Jesus Marcus. Dit is ook echt gewoon het langste. Omdat ik zo graag dat lightste item wil stelen, duurt dit gewoon zo lang. Dat is het tragische eigenlijk. En dat is gewoon niet goed. Eigenlijk. Oeh, wauw. Jesus. Auw. Dan kent hij nog wel eentje te hebben. Kun je nou eindelijk eens dat laatste item stelen, alsjeblieft? Jesus. Ik weet ook niet waar die dingen trouwens voor was. Die, weet het? Echt serieus. Dit is zo lang uitgetrokken vanwege. Oh. This could pose a problem. Kan ik hem zo eruit lokken misschien? Oh wow.
Even kijken. Hopelijk, ik weet niet hoeveel het doet, dus... Oh, wauw. Misschien moet ik, dan had ik dat gewoon van de telefoon moeten doen. Ook gewoon mooi dat ik gewoon nog steeds lekker volhoud in het bewust blijven laten stelen van... Flamestep, hè. Eindelijk. Jezus. Even voor de zekerheid. Maar ik ben er vrij zeker van dat ze nou geen item meer hebben. Dat hij nou geen item meer heeft. Nee, mooi. Oké, mooi. Oké, huup. Nou kunnen jullie met z'n tweeën op inhakken. En dan zal het nou wel vrij snel klaar zijn, gok ik. Hoop ik. Oh. Hier! Ik had Marcus niet eens nodig, joh. Oh my god. Hey. Project geleerd. Why? Darn it. Ja, stop het. Inderdaad. Seeing my mother. She'll listen to me. Ja, het is je moeder geweest die het gedaan heeft. Ja, inderdaad. You've changed. Dat, er is al veel gebeurd. Aha. Oh wow. This is so exciting. So exciting. Yeah, nee, this is not exciting, princess. Grow right to reach. Nou, daar die zijn we al wel geweest. Wat heb jij voor item? Hey, dit is wat we worden. Dit is Mary. Ja, we weten dat dat Natalie. Wat is dit? Oh, zit de achterste. Ja, dit gaat naar Trino. Gaat dit nog ergens naartoe? Ja, zeker. Een schatkist. Oh, met heel veel geld eigenlijk. Dat doet me eraan denken, want jij hebt alles geleerd. Wat zou beter zijn? Scan is heel goed. Maar dit is nog beter, denk ik. Ja, nou, daar is ik hem wel van. Ben je nou al klaar met dit te leren? Nee, nog niet. Beast killer. Oh wel. Oh wel. Uh-oh. Wat? Oh. Ik was niet aan het plat. Nee, we gaan niet voorzichtig zijn. Absoluut niet. Beep, 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 beep,
Oh nee, battle time! Deze zou wel makkelijk moeten zijn, denk ik. Of niet? Oh, man. Kuch, kuch, kuch. Constant gekuchel van mij. Ik weet ook niet hoe lang deze sessie nu al is. Maar... lang genoeg, denk ik. Tenminste, zoiets. Ja, weet je wat? Laten we... oh, fijn. Kunnen we ook gewoon niet, alsjeblieft, dankjewel. Wauw. Dit zijn echt veel gevaarlijkere vijanden dan wat ik dacht. Gaat het gewoon net zo lang weg zijn als met Black Wolves 3? Weer. Nope. Daar is hij. Oh. Oh. Tof. Een spin die magic kan. Oh, top. Dat is fijn. Dat is ook echt waar ik op zit te wachten. Oh, ik weet niet. Shit. Dat besef ik me nou pas. Dat dit hem... oh, gelukkig niet. Oké. Daar gaat onze spin. Blech. Mode. Woehoe! Level 6. Oh, wauw. Dat is op zich best tragisch. Daar is Trino. Maar... oh. Dat is iets voor de volgende keer. Ik vind het knap trouwens dat zij op een of andere manier wel die flute ook heeft. Terwijl volgens mij de vorige keer was hij nog bij Zidane. Maar... hè? Misschien heeft ze er eentje gekocht in dingen of zo. Dat wordt niet uitgelegd en zo. Maar goed... dat was hem in ieder geval voor deze keer. En dan zeg ik tot een volgende keer.